Het is dan ook heel raar dat een overheid zich daarmee gaat bemoeien en eigenlijk zegt van tegen ons artsen, jullie mogen dat niet. Ze gaan op onze stoel zitten. Die prikken die moesten er allemaal komen. Nou, als we iets weten van die vaccinaties, is dat we nog heel weinig weten. En het wordt verkocht als zijnde veilig. Terwijl je niet kan zeggen dat het veilig is, want we hebben nog 10 jaar, 20 jaar nodig om te weten wat er is. Hey, leuk dat je kijkt of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren, wellicht iets bewuster te kunnen maken en een positief oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou tof wat wij doen? Steun ons dan. Wij doen dit allemaal vanuit ons hart, maar we kunnen jouw steun heel erg goed gebruiken. Samen vooruit en samen bouwen we aan een mooie wereld. Dankjewel. En vergeet natuurlijk niet deze video te delen met al je vrienden en vriendinnen en je hele familie. En natuurlijk like hem en de hele mikmak. Dankjewel. Dan ga ik nu naar mijn gast. Ik ben ontzettend dankbaar, Felix van der Wissel, dat je hier bij me bent. Ik aanschouw jou eigenlijk als vriend, als zielsfamilie noem ik dat. Ja. We hebben elkaar leren kennen, ook in deze bijzondere tijd. Heel fijn dat je bij ons bent. Onder andere natuurlijk huisarts, maar je doet ook heel veel meer. Daar gaan we het over hebben. Maar nogmaals, heel erg dank dat jij bij ons hier op de bank wil zitten. Ja, ik vind het een groot genoeg om hier te zijn. En leuk om zo met jou even te kletsen een keertje over mijn leven. Ja, gaaf, want je hebt een heel boeiend leven. Je hebt een heel boeiend verhaal ook. Laten we daar meteen maar in gaan duiken. En dan vind ik het ook leuk om altijd even echt te beginnen. Eerst misschien even kort voorstellen wie je bent en wat je nu doet. Ja, ik ben huisarts op dit moment. Ik heb een grote praktijk in Amersfoort. Maar ik hou wel een beetje van ondernemen. Ik heb ook nog een praktijk in Tiel. Daar ben ik wat minder vaak. Daar ben ik 1 dag per week. En daarnaast hou ik ook nog van snijden. Dus ik hou ook erg van opereren. En dat doe ik in een cosmetische kliniek. En ik doe heel veel ooglidcorrecties en oorcorrecties. Dus dat maakt het hele vak voor mij echt compleet. Ja. En we gaan het natuurlijk straks ook wel over hebben. Je hebt natuurlijk ook een heel mooi centrum. Ja, dat is het nieuwe. Niet lang geleden, het nieuwe. Waar we het nieuwe, hebben. Tribu de Alma. Ja. Soul Tribe is het eigenlijk. Ja, dat is op ons pad gekomen. Ja. In Spanje, Andalusië. En dat is een retraitecentrum geworden. Ja. En dat is ook iets waar het mij echt... Daar verlangt mijn hart naar. Waar jouw hart snel van gaat kloppen. Gaan we straks over hebben. Ik wil toch eerst beginnen naar jouw levensjaren, jouw jonge Felix. Hoe was jij als kind? Hoe was ik als kind? Ik denk dat ik gewoon altijd lekker aan het spelen. Ik weet nog wel dat ik heel creatief was met Lego of met veel fantasie. Hutten bouwen. Ik woonde in Rode, niet zo ver van waar we dit opnemen. Ja. Dus dat eigenlijk toch wel een onbezorgde jeugd. Veel in de bossen, eieren verzamelen, veel de natuur in. Gewoon lekker. Dat voelde ik wel goed. Ik merkte wel dat ik echt wel een gevoelig kereltje was. Okay. En dat ik al vrij snel goed over mijn gevoel kon praten. Ja? Dat was toch wel vreemd voor mijn leeftijdsgenoten. En zeker naarmate we richting de puberteit gingen. Als je dan kwetsbaar eigenlijk bent over jezelf. Dat is best raar voor pubers. Want dan kan je zo wel maar kop eraf. Hè? Ja, hè? En toch deed ik dat. Ik kon niet anders. Dat was heel gek. En hoezo kon je niet anders? Wat was dat dan? Omdat er een bepaald soort gevoel bij me was dat ik altijd vanuit mijn gevoel sprak. Mm-hmm. Dus in mijn kwetsbaarheid, als ik voelde dat ik iets niet goed had gedaan, was ik ook daarin in kwetsbaar. En dat maakte dat ik de dingen uitsprak zoals ik ze voelde. Mm-hmm. Maar daar werd ook misbruik van gemaakt. In welke zin? Andere vriendjes die deden dat niet. En die benutten eigenlijk die kwetsbaarheid en dan ben je mee afgestraft. Ja. Ik heb best wel een lastige puberteit gehad daardoor. Ja? Ja,
ja, ook wel gepest eigenlijk daardoor. Of het voelde als pesten. Dat je daardoor niet helemaal gezien werd voor wat ik voelde. Omdat je je anders voelde, ja. Was dat? Ja. 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 Hoe ging je daarmee om? Nou, ik ben denk ik toch relatief dicht bij mezelf wel gebleven. Ondanks dat soms wel pijnlijk was. Hmm. Ja, weet je. Ach, dat zijn fases. Ik vond meisjes natuurlijk wel erg leuk. Ja. Dus dat is, ja, dat was... Rock'n'roll. Ik kon onwijs verliefd zijn. En, hmm. en dan waren ook echt dat je helemaal... mezelf helemaal verloor. Hmm. Dus dat hoort natuurlijk ook bij heel herkenbaar, hoor. Ja, ja. Dus ja. Het is echt een ja. Je houdt gewoon van de liefde, Felix. Ja, ja, ja. Mijn hart is altijd erg groot geweest. En open. Ja. Ja. Ben je daarom ook jouw vakgebied ingerold vanuit dat stuk of ook een ander stuk? Nou, bij mij is er echt heeft er een switch plaatsgevonden. Mijn moeder ontdekte een knobbel in haar borst toen ik 15 was. Okay. En dat bleek borstkanker te zijn. En dan gaat er natuurlijk een hele fase in met allerlei behandelingen, operaties, chemotherapie. En dat was in... in de jaren 80. Ik denk dat het zoiets in 82 is geweest. En toen was de geneeskunde nog niet zo ver. Dus dat betekent dat is een groot verschil met nu. Maar uiteindelijk heeft dat geleid dat zij toch niet meer te behandelen was. Hm. En toen ik 20 was, toen ze was 2 februari jarig en op 1 februari hadden we een feestje voor de verjaardag. Struikelde ze over een tasje en zakte ze door haar been en brak ze haar been. Hm. Want er zat een botuitzaaiing. En daardoor kwam ze in het ziekenhuis, een pen erin. En dat was eigenlijk het laatste stukje wat we op weg gingen. Echt? En ik deed in die tijd Luzac College, want ik ben iets van 4 keer blijven zitten of zo. Ik was echt gewoon... Ah nee, ik kon goed leren, maar ik... Je was ook met andere dingen bezig. Ja, en dus ik kon daar echt niet helemaal bij blijven. En toen hebben mijn ouders me de laatste strohalm gegeven. En ze konden het zich permitteren om mij naar Luzac College te laten gaan. En die heb ik ook wel aangegrepen, maar dat doe je 2 jaar in 1. Mm-hmm. En ik zat toen in de Luzac-jaar. Mijn zusje zat elders. Die zat in Amsterdam op school. Deed eigenlijk ook 2 jaar in 1. Dus ik was thuis. En mijn vader had 2 linkerhanden. En mijn moeder moest verzorgd worden. En dat deed ik. Mm-hmm. En dat ging me eigenlijk heel erg makkelijk af. Mm-hmm. Dus ik voelde dat ik daarvoor wel geboren was. En ik zag de huisarts bij ons bezig. En toen, ik wilde eerst de industrie ontwerpen gaan doen. Ja. Maar ja, ik voelde gewoon dat dit het moest zijn. En ik heb toen, want het was toen allebei een numerus fixus opleiding. Dus je moest ingelood worden. Ja. En in Delft, waar ik naartoe wilde, nou, daar ben ik, heb ik me teruggetrokken. En toen ben ik voor de geneeskunde gegaan. Ja. En helaas heeft mijn moeder het niet meer mee kunnen maken dat ik ingeloot was. Maar dat voelde als een heel normaal iets dat ik dat ging doen. Ja. En geplaatst in Maastricht. Dus vanuit het hoge noorden naar het diepe zuiden getogen. Ja. Hoe was die hele periode voor jou? Ja, ik vond voor mijn studie was echt van een van mijn mooiste periodes. Ja. Mm. Dat voelde ik me echt thuiskomen. Dat ik merkte dat ik in mijn kracht stond. Leuke mensen ontmoeten. Zelfstandigheid. Ik vond die studie heel erg gaaf en mooi. En dit was eerst meer de studie richting chirurgie? Nee, je doet eerst natuurlijk je algemene basisopleiding. Ja, die duurt 6 jaar. Ik heb er een jaartje langer over gedaan, omdat ik nog een stukje onderzoek heb gedaan. En toen was wel mooi. Ik heb eigenlijk mijn anatomieklasse had ik wat overgeslagen door iets te veel feestjes en dat soort dingen. Maastricht is een gezellige stad. Hele stad. Ja. En toen was er een mogelijkheid om stage te lopen. En ik ben met een vriend naar Tignes gegaan in Frankrijk. Okay. En toen heb ik tijdens de Olympische Winterspelen in 1992... hebben we daar iets van 3 maanden zijn we daar verbleven.
En heb ik stage gelopen in het Centrum Medicaal. Nou, daar komen dus al die breuken en weet ik veel. Dus alles over bewegingsapparaat en alles wat je over anatomie moet weten, dat krijg je ongeveer een snelkookcursus. Ja. Dus toen dacht ik, ja jongens, weet je, ik wil toch niet die huisarts worden zoals bij mijn moeder. Hm. Maar ik wil eigenlijk die orthopedieopleiding wel in. Dan ging je, hè, dat is een chirurg die alle botten en spieren opereert. Dus ja, en het was toch ook wel een beetje qua aanzien, hoor. Want, maar net zeg ik vind dat wel interessant. Wat was dat? Was dat toch een stukje ook, toch inderdaad een stukje ego? Ja, ik denk dat, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar mijn vader, die zit vaak in familiegeschiedenissen, zitten vaak verwachtingen. Mm-hmm. En mijn vader, die heeft hij ook even geneeskunde gestudeerd. En is later psychologie gaan studeren. En mijn opa was doopsgezind predikant. Mm. En die vond eigenlijk dat maar niks, heb ik begrepen. Ik heb hem nooit gekend, want hij is overleden voordat ik geboren werd. Mm. Maar het verhaal van mijn vader weet ik dat mijn opa en oma het toch wel heel belangrijk vond dat mijn vader eigenlijk geneeskunde deed. Want dat was een vak wat aanzien had. Ja. En psychologie was in die tijd nog helemaal niets. Hè. Dat was net na de oorlog. Dus mijn vader heeft toch wel even moeten strijden dat hij dat kon doen. Mm-hmm. En toch merk ik dat hij iets van zijn ouders heeft meegekregen dat ook ik iets moest doen waarmee ik aanzien had. Interessant, hè? Hoe dat ja, werkt. Dat is toch een beetje familiekarma. Ja. En hoe het van de familie een op de ander, dat je dat in je genen meekrijgt. En ik weet, mijn vader, ik ben wel heel trots op mijn vader altijd geweest. Hij is uiteindelijk hoogleraar psychologie geworden. Maar hij liep er ook wel een klein beetje mee te kopen. Dat moest wel op zijn kaartje komen dat hij professor dokter van de Wissel was. Weet je? Oh ja? Dus dat, ja, er waren toch dingen. En ik weet nog wel dat, toen was hij al met pensioen, dat hij soms in zijn toga in Groningen toch verscheen. Want toen vond hij het wel mooi om mee te lopen nog met de hooggeleerde heren. Ja. In de optocht, als er weer iemand ging promoveren. Dus toch misschien toch ook nog een stukje willen laten zien aan je eigen vader. Ja. En van het soort goedkeuring. En dat stuk. Ego, dat, ja, die herken ik wel. En voor mij was het ook wel om ook wel te bewijzen aan mijn vader van het kan nog een stapje hoger. En het voelde van mij, ook met de hele geneeskunde, en als er iets hiërarchisch is en conservatief, is het geneeskunde. Hmm. Dat is echt een bolwerk waarbij dat er toch nog hele oude structuren, verhoudingen zijn tussen artsen. En een huisarts stond toch lager aangeschreven dan een specialist. Ja. En dan ga je toch daar wat in mee. Nou, en ik weet wel dat ik had me opgegeven voor die orthopedie. Ja. Dat ik met tranen in de auto eigenlijk de brief had gelezen van dat ik aangenomen was. Want dat waren niet tranen van geluk, maar meer. Ja, nee, het was geluk. Omdat er waren ongeveer 200 sollicitanten op één plek. Ja. Dus als je dan aangenomen was, was dat toch wel, ja, dat was bijzonder. Ja. En toen kon ik met die opleiding beginnen. En dan doe je eerst 2 jaar algemene chirurgie. En dat heb ik in Venlo gedaan. Ja, dat was een hele zware tijd. Want ja, ik ben wie ik ben. Dus ook met mijn gevoel en dat soort dingen. En chirurgen zijn niet bekend om hun gevoeligheid. Hmm. Hoe was dat voor jou dan? Hoe ging dat mee vond om? Ik heel, heel zwaar. Ik, ik heb daar 2 jaar in Venlo gezeten. Hmm. En ik was niet op mijn plek. Ik vond het opereren geweldig, maar ik kon eigenlijk niet mijn draai vinden. En ik had toen net mijn vrouw leren kennen. En ik was heel veel in Amsterdam te vinden, want die woonde daar toen. En dan reed ik weer Amsterdam-Venlo, best een stukje. Ja, toch best een stukje. Want dan moest je om 4:15 op. Om toch om 7:30 flink doorrijden ook om in Venlo te zijn. Ja. Dus het was bijzonder. Met dit soort mannen die in feite heel erg door hun ego gedreven werden. Veel geld wilden verdienen in een korte tijd.
ja, de ouderejaars die mochten de operaties doen. En ik mocht met name op de eerste hulp werken. Hm. Ja, ik vond het een rare tijd. En ik was blij dat ik toen die 2 jaar afgerond heb. En ik heb toen nog een half jaar in Beverwijk kon ik zitten. Brandwonden. Voordat ik met die orthopedieopleiding kon beginnen. Ja, het brandwondencentrum. Maar ze doen ook algemene chirurgie. En dat was een verademing. Daar zaten chirurgen die eigenlijk gevoelig waren als huisartsen. Dus het was echt thuiskomen. Ja. En ik heb in een half jaar tijd heb ik zoveel geopereerd en kreeg ik zoveel zelfverzekerheid weer terug. Wat grappig. Hoe kan het dan dat je daar wel vond? Is dat een ander manier van? Ja, dat heeft met de personen te maken. Je had daar een hoogleraar, Robert Krijs, brandwondengeneeskunde. En het hele team overigens, hoor. En die jongens die waren echt van, je hoorde erbij. En we doen het met z'n allen. Hm. En ik weet dat we zijn 4 dagen een keertje werden we uitgenodigd om met z'n allen te gaan skiën ergens in Frankrijk. Want ze hadden de opleiding gekregen voor 5 jaar. Nou, ze waren blij. Ze waren blij met ons. En ondertussen was er heel veel respect voor elkaar. Ja. En kijk, weet je, het heel bijzonder als je leert opereren, moet je ook zorgen dat iemand die je leert opereren, dat hij zich ook veilig voelt. Mm-hmm. En het mooie is dat er gewoon gezegd werd, joh, je kan het. Ik heb vertrouwen in je. Ik ga naar de koffiekamer. En als je me nodig hebt, dan roep je me maar. Ja. Nou, en dan betekent het dat jij ook echt voelt dat ze vertrouwen in je hebben, dat je dat kan. Mm-hmm. En er was ook een moment dat je dan dacht van, ja, maar nu weet ik het even niet. Dat je ook geen schroom had om even een van de bazen te halen. Ja. Omdat je gedekt voelde. Nou, zo moet het ook. Mm-hmm. En toch voelde je op een gegeven moment van, ik ben niet op mijn plek? Nee, ik deed de orthopedieopleiding en ik was een weekend weg en ik kreeg steeds vaker migraine. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar ik nu steeds mee achterkom. Ja. Lichamelijke klachten zeggen zoveel. Ons lijf is zo slim. En geeft eigenlijk zoveel antwoorden op vragen. En als jij dus regelmatig klachten krijgt die je niet kan verklaren, dan is dat echt een teken. Dan mag je stilstaan bij jezelf. En ik voelde dat ik een switch moest maken. En dat het niet meer klopte. Ja. Dus ik ben na een weekend samen met Daan, mijn vrouw, ben ik naar mijn opleider gegaan. Ik zeg, joh, dit kan niet meer. Ik stop. Ja. En hij was eigenlijk pist. Want hoe kon je nou stoppen? Want dat was, dat was een eer natuurlijk om daar te zijn. Ja, dat deed. En nee, en ik zeg, ik ga toch stoppen. En was dat een lastige keuze voor jou of was het gewoon? Nou ja, je komt in conflict met je ego. Ja, oké, mooi. Dus ik. Die voelde je heel erg. Die voelde ik. Ja, want ja, je deed wat waar je voor geknokt had om daar te komen. Ja, uiteindelijk had je dat. En toch moest ik terug naar waarom ik ooit geneeskunde was gaan doen. En dat is vanuit mijn hart, volg ik dat. En je kompas, en daar komen we zeker, denk ik, zo nog wel eventjes op. Want ik vind, je hart is zo'n mooi kompas. En we luisteren vaak veel te weinig naar dat kompas. En ons hoofd hebben we veel te belangrijk gemaakt in ons leven. En daar kwam ik gewoon echt voor het eerst mee in aanraking. Dat mijn hoofd en mijn hart in conflict kwamen. Ja. Maar mijn hoofd mag ten dienst staan van mijn hart. Om daar te komen waar mijn hart me toe wil leiden. Ja. En dat was, op dat moment was de eerste teken voor mij dat het zo werkt. En ik ben 3 maanden later ben ik begonnen met de huisartsopleiding waar ik aangenomen werd. En je kan je voorstellen dat je dan, dat is heel raar hoor, want dan ben je eigenlijk nog zelfstandig, had ik nog dienst. En dan ben je nog een pen in een been aan het slaan. Want voor iemand die een gebroken heup had, en ik had nog een kop-halsprothese moest ik plaatsen omdat iemand zijn heup had gebroken. En ik had nog een enkelfractuur geopereerd. En de volgende dag begin je met de huisartsopleiding en begin je weer van scratch. Ja. Minder verdiensten. Ja. We moesten toch ook even kijken, want we hadden net een huis gekocht of we het nog konden betalen. Wat een dapper besluit. Alles voor het hart. Ja, ja, maar zo werkt het toch? Ja. Ja, en die voelde je gewoon heel sterk. Je dacht van, dit is mijn weg. Ja, ja, ja. Ik kon niet anders. En het voelde echt als een opluchting. Ja. En mijn migraine was weg. Echt, hè? Ja.
Dus omdat jij ging luisteren naar je hart, ging ook je klachten weer minder. Ja. Ik vind migraine is echt ook iets waarvan, als je dat hebt, mocht je het hebben... Ja. Dan zit je op een crossroad, op een T-splitsing. Dan mag je echt luisteren daarnaar en voelen dat het wat het je te vertellen heeft. Ja. Zie je dat ook bij, of is het misschien in het algemeen... is dat bijna bij heel veel dat soort klachten? Bijvoorbeeld als een burn-out hoor je natuurlijk ook... want dat het een soort wake-up call is. Van, ja, hey, maar burn-out is al veel te ver. Een burn-out is echt, dan ben je alle grenzen... en heb je alle signalen heb je al gehad. Dan ben je al die signalen ja, al ik weet zeker dat gegeven. Ieder mens die een burn-out heeft gehad... al van tevoren allerlei lichamelijke klachten heeft gehad... die hij gewoon genegeerd heeft. Ja. En dat kan... rugpijn is bijvoorbeeld chronische rugpijnklachten... buikpijnklachten, darmklachten... soms gewoon pijnklachten in je spieren, armen, nek. Dat zijn allemaal tekenen van signalen van... je bent over je grens aan het gaan. Ja. Je luistert niet naar je hart of naar je signalen van je lichaam. Eigenlijk is je lijf ook gewoon één groot dashboard van een auto. Hè? Alle controlelampjes. Als zo'n lampje gaat branden... ja. Dan is die olie misschien wel op. En als je olie op ligt, loop je motor vast. En dit is echt van hoe ons lijf is. Ja. Dus als dit soort signalen eigenlijk op je pad komen... ja, dan moet je even aan de kant van de weg. En moet je even stoppen en moet je even gaan herbezinnen van... waar ben ik mee bezig? Ik wilde net vragen, is dat dan inderdaad de verbinding weer maken... met je gevoel en met je hart? Dat we maar door blijven gaan en dat we dus te veel vanuit ons... hoofd denken en te weinig met ons hart? Is dat eigenlijk een beetje hetgeen wat je... Ja, ik ben er de afgelopen jaren steeds meer achtergekomen... dat het gaat niet over al onze standaarden en onze protocollen... Zoals ik dat geleerd heb, ook binnen de huisartsgeneeskunde. Want huisartsgeneeskunde is natuurlijk wel een gevoelsvak. Maar er zijn de NHG, Nederlands Huisartsgenootschap... is ons wetenschappelijke genootschap... die allerlei standaarden maakt... zodat huisartsen geprotocoliseerd eigenlijk kunnen gaan werken... en weten wat ze moeten doen. Eigenlijk een soort draaiboek voor de klachten. En dat is fijn, zeker als je net begint. Want dan heb je in ieder geval allemaal handvatten... om te weten wat je mag doen. Alleen... Ik kom er de laatste jaren, ik ben nu bijna 20 jaar huisarts... of ik ben nu 20 jaar huisarts, ja... Mm-hmm. Dat het heel erg toch wat anders in elkaar steekt. Dat wij kompassen hebben meegekregen, ons onderbuik. Onderbuikgevoel, je kent het in alle spreekwoorden, kennen we het. Ja, luister naar je onderbuikgevoel. Maar dat is het meest oude en aardse kompas wat we hebben... ieder dier heeft het. Het komt uit de natuur. En er wordt vaak gezegd, ja, maar dat is allemaal zweverig. Hmm. Nou, niets is minder waar. Want je kompas is eigenlijk waar je op kan varen. Een onderbuikgevoel is een ja-nee. Dat weet je in een instant eigenlijk. Sommige mensen moeten er iets langer over doen. Hè, maar er gaat over een ja-nee-vraag of een Hmm. En als je dat al voelt, dan kan je heel makkelijk keuzes maken. Dat doen we altijd heel moeilijk over, maar in feite mag je daar heel erg naar luisteren. Die werd echt weggezet als zweverig. En daarnaast is dat hartgevoel, het zielsgevoel... waar we het altijd hier over hebben, dan voelen we het ook altijd zo... dat gaat heel erg over wat is goed voor mij. En dat heeft niets met egocentriciteit te maken, dat heeft te maken met... Zelfliefde. Zelfliefde. Wat is goed voor mij, wanneer heb ik mezelf lief? Hmm. En... wanneer klopt het? En die twee samen, die wijzen jou eigenlijk de weg van waar je heen mag gaan. En ik denk dat je... we komen van toen we op de prairie nog liepen als jagers... hebben we ons weten te onderscheiden van andere dieren. Niet omdat we sneller waren of niet omdat we sterker waren, maar ons intellect. Wij konden met ons intellect bedenken... hoe konden we de sabeltandtijger eigenlijk daaraan ontsnappen. Mm-hmm. Door in een boom te klimmen of spieren te maken of om ons te kunnen verdedigen. Zo hebben we onze intelligentie verder gekregen. En dat intellect staat ten dienste dus van je hart en van je onderbuik. Mm-hmm. Het nadeel van intellect is dat we kunnen met ons hoofd... kunnen we terugkijken in de geschiedenis en vooruitkijken. En als je dat kan,
dan is iets wat je hebt meegemaakt wat erg is, neem je ook mee naar de toekomst. Ja. En dan kan er angst en controle op komen. En dan kan die angst en controle zo groot worden dat het eigenlijk je hart en je onderbuik overschaduwt. Ja. En dan kan je dus niet meer luisteren daarnaar. En dan betekent het dat je in een angstcontrolesysteem zit, waardoor je eigenlijk alleen maar getriggerd bent op die angst en controle en niet meer gewoon weet waar je naartoe moet. Ja. Nou, dat zijn situaties, en die merk ik steeds meer, ook in de praktijk. En heel veel mensen hebben dit. 60-70% in mijn praktijk zijn dit soort klachten, die dan ook nog eens een keertje lichamelijk worden aangeduid. Want dan zegt zo'n systeem, ja, je kompas wijst daarheen. De angstcontrole, die wil je daar houden. Dan komt er een cap. En die cap, die wil je eigenlijk, dan gaan er allerlei controlelampjes branden. Ja. Nou, en dan weet je, oké, ik moet dit aankijken. Ik moet op de resetknop drukken om weer mijn hoofd weer te kunnen resetten. En de enige manier om dat te doen is om het trauma aan te kijken en daar naartoe te gaan en er doorheen te gaan. En dat betekent dat daar ook vaak moed voor nodig is, want je wil niet meer naar de pijnstukken die je hebt. Mm-hmm. Ja, en dat vind ik het mooiste op dit moment, om daar mensen te krijgen. En dat is ook natuurlijk wat ik nu doe in Spanje, met mijn vrouw en met Ray Klaassen en Annemiek Klaassen, is dat wij dat heel graag willen om mensen te helpen om weer te kunnen voelen vanuit hun hart en hun onderbuik en uit hun hoofd te krijgen. Ja. Want daar zit heel veel heling. Geweldig, Felix. Ik zit echt ademloos ook naar je te luisteren. Ik kan me ook voorstellen dat in de huisartsenwereld, dokterswereld, hetgeen wat jij nu zegt, eigenlijk totaal niet bespreekbaar is. Of zie je daar wel verandering in? Of? Nou, langzamerhand is er echt wel meer ruimte. Er is overal waait een nieuwe wind. En dat is fijn. Ik zie het ook aan jonge huisartsen, ook bij mij, die nu openstaan voor dit soort stukken, wat vroeger onbespreekbaar was. Ja. Maar die voelen ook dat er iets gaande is. Alleen in een conservatief bolwerk, en zeker wanneer het gaat over wetenschappelijk onderzoek, allemaal moet het evidence-based zijn. Het moet bewezen zijn dat wat ik verkondig. En een onderbuikgevoel kan je moeilijk bewijzen. Mm-hmm. Ja. Maar daar ageren ze natuurlijk tegen. En daar kom je er af en toe wel een beetje in een conflict. Alleen, ik vind geneeskunde echt een empirisch vak. Het betekent dat we dat eigenlijk op ons gevoel doen. Het pluis- en niet-pluisgevoel is iets wat een huisarts eigenlijk kenmerkt. Niets is eigenlijk meer bevestigend dan het onderbuikgevoel, dan een pluis-niet-pluisgevoel. Dus vaak heb je al een idee bij een patiënt. Ja, dit klopt niet. Ik kan niet zeggen waarom, maar het klopt niet. En dat is dan gevoel? En dat is gevoel, ja, dat is onderbuik. Ja. En dus werken we er al mee. Dus betekent dat eigenlijk al dit soort NAG-standaarden heel fijn zijn om te hebben als een soort zekerheidje. Maar het blijft steeds meer een onderbuikgevoel. En ik kan niet op alles, kunnen we alles weten, hè, ja, als huisartsen. En ik ben daarin me steeds meer gaan verdiepen, ook in alternatieve geneeswijzen of complementaire geneeswijzen. Omdat ik zie dat daar zoveel nog zit wat meer op gevoel zit. En dat een mens een veel holistischer geheel is. Mm-hmm. Met heel veel complexe zaken. Hoe het precies zit. En ik heb gewoon dat nodig. En ik weet je, het grappige is dat westerse geneeskunde heeft zijn basis door acute geneeskunde. Omdat wij 1. hygiëne hebben ingebracht. Of wij, de westerse geneeskunde heeft hygiëne eigenlijk. En daardoor zijn mensen, hebben een enorme sprong gemaakt. Hm. Door handen te wassen, door veel meer hygiëne in ons dagelijks leven te brengen. Dat heeft ons, denk ik, 20 jaar opgeleverd. Ja. En daarnaast was die acute geneeskunde. We konden in één keer mensen opereren. We wisten in ieder geval hoe we mensen door middel van operaties beter konden maken. Daar zit een ander stuk. Mm-hmm. Maar als we nu gaan kijken naar chronische geneeskunde, naar allerlei auto-immuunsystemen, waarbij ons eigen lichaam zich richt tegen onszelf, daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Ja. En hoe hebben we dat tot nu toe altijd gedaan? Dat is door middel van onderdrukken. Ja, het is zo'n prachtig systeem, zo'n lijf. Dus als er iets is van stress, dan gaat ons cortisol omhoog. En cortisol zorgt voor adrenaline. Mm-hmm. En dan kunnen we kunnen rennen, we kunnen vluchten. Overleven. Of we kunnen overleven. Ja. Maar dat moet je niet te lang doen. Want
Want daardoor zijn alle andere systemen worden uitgeschakeld. Ja. Dus je kan niet goed meer verteren. Je kan niet meer goed ademen. Alle andere systemen. Je kan geen cellen meer verversen. Want alles is nu gericht om te overleven. En daarna kom je weer in rust. En daarna worden alle systemen worden weer eigenlijk overgenomen. Kom je weer in een rustfase. En dan kan je eigenlijk weer alles verversen. Ja. Maar als je dus te lang in stress blijft, dan ben je jezelf dus aan het ziek maken. Mm-hmm. Want dat kan niet. En stress is een van de grootste ziekmakers die we hebben. Ja. Echt de allergrootste. Dus het betekent dat op het moment, en dat is in onze maatschappij natuurlijk zo, dat de stresslevels tot de max gaan, ja, dan betekent dat mensen ziek gaan worden. Dan betekent dat je meer kanker kan krijgen. Want ja, iedere dag hebben we 100, 200 kankercellen. Jij, ik. Mm-hmm. En die worden opgeruimd door ons afweersysteem. Maar als je voortdurend in stress bent, dan betekent dat die cellen er niet meer goed aangemaakt worden. Dan wordt het onderdrukt. En betekent dat kankercellen niet meer worden opgeruimd. En als ze niet meer worden opgeruimd, worden het tumoren. En betekent dat je dood kan gaan. Ja. Dus het betekent dat in al dat soort systemen is het ontspannen. Tegenwoordig de yoga, mindfulness, wat we nu natuurlijk hebben gehad. Maar alles mag gericht zijn om echt gewoon momenten te hebben van ontspanning. Ontspannen. Ja, wat fantastisch, Felix. En je zegt ook zoveel dingen, maar dat voor mij zo eigenlijk hout snijdt en logisch is. Maar het lijkt soms ook wel dat er dus dit soort eigenlijk bijna basiskennis, dat ik hoor het zo weinig nog terug. Soms wil ik wel eens aan jou vragen van nu van ja, waar is het dan soort van misgegaan dat we niet meer ook naar die diepte kijken in plaats van oh je bent depressief, hier is je een antidepressiva. Er zijn zoveel mensen. Natuurlijk, ik hoor echt een percentage volgens mij van 70% of wat dan ook die aan de antidepressiva zitten. Ik wil bijna toch aan je vragen van waar gaat het mis? Dat we niet meer naar die diepte kijken van hey. Nou, dat heeft te maken met onze hele levensstijl. Je moet even kijken naar geschiedenis. We hebben een oorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog. En daardoor is veel stress ontstaan. Moesten we het weer opbouwen. Dan was er ook geen tijd eigenlijk om voor reflectie. Om terug te gaan en te kijken. En we komen nu pas in deze generatie dat er nu ruimte is om volledig onszelf te zijn en ook naar onszelf te luisteren. Ook naar die interne kompassen die we hebben. En er zijn verschillende stromingen natuurlijk binnen onze maatschappij. En geld verdienen was natuurlijk een van de belangrijkste dingen. Aanzien was daar belangrijk. Je kon spullen kopen en daarmee kon je laten zien dat je iemand voorstelde. Dat is allemaal ego-werk. Dus het betekent dat daarin ook weer heel veel stress zat. Want iedereen had op een gegeven moment dat als voorbeeld. En daardoor ging je natuurlijk weer harder rennen om maar meer geld te hebben. En meer geld om te laten zien dat je het succes had. Mm-hmm. Het is natuurlijk die verhaal van voor mij die monnik die op die berg zit. En waarbij je dan voor mij dat er aan hem gevraagd werd. Ja, maar waarvoor zit je hier? Omdat ik onwijs van dat uitzicht geniet. En ik kom hier helemaal tot rust. Ja, maar waarvoor blijf je hier dan zitten? Want je kan ook gewoon naar beneden gaan. En je kan je schapen laten grazen. En dan kan je de melk kunnen ze geven. En dan betekent dat kan je die verkopen. En dan kan je een huis bouwen. En dan kan je allerlei dingen, ja. Nou, en dan kan je nog meer. Dan kan je misschien nog meer schapen kopen. En dan kan je wel koeien kopen. En dan dat klopt. En uiteindelijk ging het eruit om dat die monnik zegt, ja. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom dat ik hier weer terugkom en dat ik hier blijf zitten. Want dit is eigenlijk eindelijk waar ik het meest gelukkig van word. En we zijn dat vergeten in onze hele red race naar alles te bereiken. Naar alle spullen. Ik merk dat ik persoonlijk een enorme behoefte heb om te ontspullen. Dat zou je niet zeggen als je net een huis gekocht hebt in Spanje. Maar ik merk dat daar. Grappig, ja. Ja, dat daar voor mij zit daar. Alles wat je hebt aan bezit, dat geeft ook weer zorgen. En die zorgen zorgen voor stress. En die stress zorgt er weer voor dat ik meer van mijn kompas afga. Mm-hmm. Dus ik kan het hier allemaal heel mooi tegen je vertellen. Maar ik krijg dagelijks spiegels. Ja, ieder mens. En ieder mens. En ik, vanmiddag hebben we nog gelopen met een groep mannen. Ja. Ik organiseer mannencirkels eigenlijk. Ja.
waarbij we met een groep kerels eerst gaan wandelen. En meestal een uurtje of twee. En ieder neemt zijn eigen eten mee, gezond eten. Mm-hmm. Dat bewegen, gezond eten. En daarnaast gaan we met z'n allen zitten in een cirkel. En daar gaan we een talking stick cirkel houden we daar. En een talking stick cirkel is niet anders dan dat we een praatstok hebben. En die praatstok leggen we in het midden. En ieder die behoefte heeft om vanuit zijn gevoel iets te zeggen, die neemt die stok en dan wordt gewoon geluisterd. Zonder oordeel, zonder iets. En dat geeft zo'n veilige, warme setting met zoveel veiligheid, dat daar hele bijzondere dingen worden gezegd. En de grootste stoere kerels, die barsten daar een huilen uit. En dat vind ik het magische. Want dat zegt mij alles, dat we weer dichter bij dat hart komen. Want al dat gedrag om maar mee te doen aan die maatschappij, om maar iemand voor te stellen, al die copingmechanismes die we hebben aangeleerd van onze ouders, om je staande te houden, die gebruiken we allemaal. Die gebruik jij, die gebruik ik. Maar het gaat uiteindelijk erom dat wij naar die kern kunnen gaan waar het daadwerkelijk over gaat. En dat is veiligheid. En veiligheid, dat vind je eigenlijk in een tribe. Mooi. En die heb ik echt heel erg ervaren, ook in Afrika. Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie. Daar wil ik het straks ook nog met je over hebben. Daar heb je ook heel veel inzicht gekregen. Ja. En waarom ben je deze mannentribes begonnen? Dat was eigenlijk in de COVID-periode. Waarin ik voelde dat weer over die angst. Er was angst. En angst voor uitsluiting. Angst voor COVID. Angst voor verlies van werk. Van het verlies van je bedrijf. Echt heel veel angst. En dus we hebben ook met een aantal kerels gezegd, joh, we kunnen met z'n allen naar buiten. We gaan lopen en we gaan dit doen. Omdat jij gewoon het zag ook in je praktijk. Ja, terug. Ja. Ja. Je zag gewoon in je praktijk heel veel angsten, mensen met heel veel depressies. Ja. En je had het net al even over depressies. Angst en een depressie zitten dicht bij elkaar. In ons hoofd, in ons systeem. Het woord depressie, daar zit to depress in. Onderdrukken. En hoe werkt dat? In feite hebben we ons hart en we hebben onze onderbuik. En als we daarnaar luisteren, maar ons angst is eigenlijk groter, dan willen we eigenlijk niet dat gevoel naar buiten komt. Want we zijn eigenlijk bang voor dat gevoel, wat het doet. En wat doet ons systeem, ons hoofd, die wil eigenlijk dat onderdrukken. Zodat het gevoel er niet uit kan. En als het er niet uit kan, en het ultieme onderdrukken is jezelf dooddrukken. En dat betekent dat je dan ook suicidaal wordt en eigenlijk dus niet meer wil leven, omdat er zoveel angst is eigenlijk om te leven. Wow. Omdat er weer uitkomt dat je dan jezelf dooddrukt. En het gaat er dus over dat er ruimte mag zijn voor die angsten, voor die trauma's, voor alles wat er is, om daar lucht aan te geven. Nou, als je dan met elkaar loopt en je kan in dit soort cirkels eigenlijk laten stromen wat je daadwerkelijk diep van binnen voelt, dan betekent het dat daardoor je angstcontrolesysteem niet meer bang hoeft te zijn, want het is buiten je systeem. Ja. En als het buiten je systeem is, dan hoef je systeem het ook niet meer weg te duwen. En daarvoor is het onwijs belangrijk dat je je eigen tribe vindt. En ieder mens heeft daar behoefte aan. En we zijn zo individualistisch geworden. Ja. We komen van een industriële revolutie, in 1900... waarin we arbeiders hadden waarbij iedereen nog samen was. En het is veel meer naar het individu gegaan. Ja. Ikke is het geworden. Maar het nadeel van ikke is dat je familie heb je weggestopt in verzorgingshuizen. We gaan ver van elkaar wonen. Je hebt niet meer dat er voor je gezorgd wordt. Je kan niet meer echt gewoon direct met elkaar raadplegen. Vroeger had je een dorp en iedereen had een functie. Je had een bakker, je had een slager. Je had moeders die voor andere kinderen zorgden. Je had veel een dokter. Elkaar. En iedereen had zijn functie en was gelijkwaardig daarin. En als je raad nodig had, kon je
te raden bij je dorpelingen of bij je tribe. En nu is iedereen staat alleen. En het alleen is heel leuk als het allemaal heel goed gaat. Maar als het slecht met je gaat, dan sta je er ook alleen voor. En dan heb je zoveel gedachten. En als er iets zweverigs is, zijn het gedachten. Ja. Want die kunnen alle kanten met je uit. Ja. En we hebben spiegels nodig. Spiegels voor elkaar. Ik mag jou spiegelen, jij mag mij spiegelen. En af en toe is die spiegeling misschien best wel hard. Maar ook zo nodig om te voelen van dat we afgedwaald zijn. Ja, wauw, het voelt voor mij helemaal als die nieuwe zorg, waar ik het straks ook toch wel met jou wil hebben. Maar toch, Felix, zie ik heel veel huisartsen die, als er nu iemand langskomt met een depressie, hier heb je een pilletje en succes. Ja, ja, dus er is werk aan de winkel. En ja. Nou ja, ik denk. Hoe kun je daar verandering in brengen? Door met jou te praten hier. Hmm. Ik geloof dus in die tribes. Ik geloof dus in die wandelingen. Wat we ook bij Univibes gaan doen. Mm-hmm. Ik heb al tegen je gezegd, ik wil graag de wandeling, zoals jij die hier in Bakkeveen doet, ja. Die wil ik gaan vormgeven in waar ik woon, in Amerongen. Ja. Dus op hetzelfde moment dat jij gaat lopen, wil ik hem tegelijk lopen met dezelfde open harten zoals jij die loopt. Ja, geweldig. Om met elkaar in contact te zijn. Mm-hmm. En Dus die heb je. Ja, die hebben wij. Die stel ik vast. Ja. Maar dat betekent dat daarnaast zou ik wensen en willen dat dat wil ik ook binnen mijn praktijk, dat ik meer mensen verbind die met elkaar gaan lopen, zodat je een veilige groep hebt waar je altijd terecht kan om gewoon je te kunnen uiten. Hm. En als je dat doet, heb je mij niet meer nodig. Want dan hoef je lichaam niet meer aan te gaan en allerlei klachten te geven. En dan is die 60-70% gaat voor mijn bordje. Dan kan ik dat weer besteden aan mensen die het op een andere manier nodig hebben. Mm. En dat betekent dat we ook. Eigenlijk zeg jij, er zijn gewoon heel veel klachten weg te nemen door dus meer met elkaar die spiegels voor te gaan houden en meer vanuit die tribes en communities te gaan leven. Meer elkaar, echt die verbinding met elkaar op te zoeken. Ja, kijk, als je alles weer samen gaat doen, dan mag je niet meer jezelf onderscheiden. Mm-hmm. Dat is het enge van alles samen. He, ja. Met kerken hebben we dat gehad. Als je op een gegeven moment binnen een kerkgemeenschap zit en je mag dus niet andere meer dingen, of je mag niet meer tv kijken, of je mag allemaal dingen niet meer doen, en je doet het wel, word je uitgestoten. Ja. Nou, dat is de andere kant waar we niet heen moeten. Dat moeten we niet willen. Nee. Dus het betekent dat er een middenweg is waarbij je wel als individu kan onderscheiden met alles wat je hebt meegekregen. En dat is het mooie van het individu. Mm-hmm. Maar als je dat individu weer in de cirkel inbrengt en het ook kan koesteren dat een ander ook echt anders is dan jij, want die spiegelt jou dan, ja, dan heb je mooi evenwicht. Ja. Dus ik denk dat we met z'n allen mogen zorgen dat wij weer communities maken die elkaar mogen blijven spiegelen, het mogen omarmen om het met elkaar niet eens te zijn, want dat kenmerkt vrijheid. En die hebben we zo gemist de afgelopen jaren. Want we moeten allemaal volgens de overheid zijn. En als je tegen bent, moet je kop eraf. Ja, gaan we het zo over hebben. Dus ik wil. Hè? En voor mij is vrijheid het met elkaar oneens kunnen zijn. Ja, maar zonder dat we elkaar kop eraf hoeven te haken. Respect. Dat respect in elkaar spiegelen. Ja. Het is zo'n fantastisch mooie kijk, Felix, wat je hebt en hoe je daar nu mee omgaat. Ik vind het echt heel bewonderenswaardig. Ik kan me ook voorstellen dat je af en toe ook wel vreemde gezichten krijgt van je collega's. Hoe ben je tot deze ontwikkeling gekomen? Was dat heel lang of had je echt ook zo'n moment in de laatste jaren dat je ineens voelde van, hey, dit nou, er moet iets gebeuren? Er gebeuren natuurlijk altijd dingen in je leven die voor verandering zorgen. En dat zijn meestal crisis. Dus ik heb in 2012 een relatiecrisis gehad. Dat heeft ertoe geleid dat ik ook dat we in relatietherapie zijn gegaan. Ook die relatietherapie heeft me enorm veel inzichten gegeven over van wat heb ik meegekregen van mijn ouders, wat voor product ben ik, waar zitten mijn trauma's? Mm-hmm. En ik heb best wel wat trauma's gehad. We hadden het over een gelukkige jeugd, maar
Aan de andere kant zaten er toch ook dingen in die naar voren kwamen later pas in mijn leven. Dat ik denk van, maar dat was toch niet zo plezierig als ik dacht dat het was. Toen kwam je er bewust achter. Want eigenlijk leek het allemaal mooi. Maar er waren dingen die gewoon niet fijn waren. En dan merkte ik dat op basis daarvan heb ik mij gevormd. Ja. En met mijn vorming zijn er een aantal dingen meegekomen. Wat ik al zei van mijn vader, waren er ook een aantal dingen van mijn moeder meegekomen. En die was nogal driftig en had nogal losse handjes. Dus het betekende dat daardoor aan de ene kant het knuffelen, het aanhalen, en aan de andere kant het toch gewoon bang zijn om klappen te krijgen, zorgde ervoor dat er iets in mijn systeem beschadigd is. En ik merkte dat dat ik in patronen ben terechtgekomen die voor mij en voor mijn relatie gewoon niet gezond waren. Dus ik was dat. En dat Daan op een gegeven moment zei, die werd verliefd op een ander. En dat kan allemaal gebeuren in een relatie. Hè? Ik denk altijd, een hart is groter dan voor één. Dus dat vind ik ook allemaal niet gek. Maar op een gegeven moment, als je dan weg wil omdat jij het niet meer kan geven, daar zat heel veel angst. Ja. Bang om haar te verliezen. Het is wel mijn lief. Die grote liefde. Dus als je dan met elkaar daar inkomt. En ik merkte, zij was al langere tijd bezig met spiritualiteit. En ik vond dat af en toe. En jij toen nog niet? Nee. Ik was toen nog echt de huisarts. Ja. Pak even wat water. Ja, tuurlijk, ja. En en elkaar daar weer in vinden. Kijk, weet je, ik was gewoon een groot klein kind. Ik kwam thuis, ik had heel hard gewerkt. Ik had een hoop zorgen natuurlijk, grote praktijk enzovoort. Toen kwam ik thuis, maar ik ging me gedragen als een kind. Ik ging op de bank zitten en ik hoop dat ik me niet dat ze me roept om de vaatwasmachine uit te ramen. Maar dat soort dingen. En mannen zijn over het algemeen vrij grote kleine kinderen. Dus die ik zitten. Ik denk dat mijn vriendin dat beaamt. Ja. Nee, maar dat is iets. Verantwoordelijkheid pakken, ook voor thuis. En die deed ik te weinig. Want ik had al een lange dag en wilde dat liever niet. Maar het is wel noodzakelijk. Want je bent ook het voorbeeld voor je kinderen. Ja. En omdat Daan, die was al bezig met toch wat. Zij schildert. En zij maakte intuïtieve schilderijen. En had ook al redelijk wat workshops ook met mensen om hun met schilderen eigenlijk verder te helpen. En het mooie met kunst, met muziek, met kunstvormen, daar kan je hoofd niet bij. Dus wij zijn getraind om met woorden, als je naar een psycholoog gaat, kan jij die psycholoog omzeilen en kan je die te slim af zijn. Maar zodra je gaat schilderen intuïtief, dan betekent dat er een bepaalde golflengte zit in iedere kleur die er is. En die heeft een bepaalde trilling. En daar kan jij dus gewoon niet omheen. Dus op een gegeven moment, als je ermee bezig bent, dan wordt je hoofd gebypast en kom je bij je gevoel. Ja. Dus waar blokkades zitten bij heel veel mensen, waarbij ze hun hoofd eigenlijk controle heeft gehouden op dat gevoel dat het er niet mag zijn, daar kom je dus. Nou ja, je kent het ook met muziek. Ja. He, met songs en dat soort dingen. Precies, ook, ja. Daar word je geraakt. Ja. En daar gaat je hart weer open. Nou, die kon ik wel zien, maar ik vond het soms zo lastig om dat te verbinden, ook binnen mijn vak. Want ik denk van niet die zweefkipperij. Ja. Want wat zeggen mijn collega's? En dan zat ik weer in mijn ego. Ja. Wat vinden mijn collega's ervan? Ja. En dat heb ik echt, de laatste jaren ben ik dat echt volledig kwijt. Hoe is dat gekomen? Dat je in één keer dacht, fuck it, dit is wie ik ben. Ik omarm mezelf eigenlijk helemaal. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft ook wel een beetje met tv te maken, denk ik. Want ik was op een gegeven moment. Beetje tv-arts, zeg maar. Ja, ik ben daar eigenlijk een beetje ingerold. Ik vond tv vind ik iets magisch. Ja, daarom zit je hier ook. Daarom zit je hier. Nee, ik vind het magisch omdat het. Ik woon in Rode en dan keek ik naar Stuivers in. Een heel oud programma. Maar, en dat werd in Hilversum uitgezonden. En het feit dat het daar uitgezonden was, en ik was me daar bewust, dat ik dat helemaal daar of in het noorden kon zien, tegelijkertijd. Dat vond ik iets magisch. En dus ik heb altijd iets gehad van, ik wil wel iets met tv.
En ik ben ergens in 2004 of zo gevraagd om wat te doen. Hadden we een of ander format. Dat was toen voor RTL 4. En dat zouden we dan bij Barend en Van Dijk, was het ongeveer daarvoor een half uur of tussen. Nou, uiteindelijk ging het niet door. Maar dat is wel blijven hangen. En ik heb best wel allemaal kleine dingetjes gedaan. In 2006 ben ik bij RTV Utrecht terechtgekomen. Mm-hmm. En daar heb ik 14 jaar heb ik daar ook wel gewerkt. Dus dat was ook mooi als radio-tv-dokter. En in 2011 was er een programma, Dit is mijn lijf. Dan gingen we met een truc gingen we door heel Nederland. En dan gingen we de meest embarrassing bodies, was dat, maar de Nederlandse versie. Ja. En daar heb ik auditie voor gedaan. Daar werd ik een van de dokters. Samen nog met een vrouwelijke collega en nog een tandarts. En dat hebben we eigenlijk gedurende 4 jaar is dat uitgezonden. En dat maakte dat je natuurlijk heel veel vragen kreeg. Waarom komen mensen bij je? Waarvoor doe je dit? En dat maakte ook dat ik me bewust was van dat ik dit zelf wilde. Wat een ander er ook van vond. Hmm. En daardoor kon ik in één keer gaan staan voor mezelf. Want er was natuurlijk altijd, dat heb jij natuurlijk ook met alle tv. Ja. Er zijn altijd mensen die vinden ervan iets van. En hebben altijd commentaar. Mm-hmm. En je krijgt een hele hoop shit over je heen. Ja. Maar ook heel veel mooie dingen. Ja. Ik heb nog steeds contact met een aantal mensen die ik toen geholpen heb. En die zijn me nog steeds dankbaar dat ik ze ook goed heb kunnen helpen. En dat heeft mij in ieder geval geholpen om... Om ermee om te gaan. Om te gaan en voor mezelf te staan wat een ander er ook van vindt. Mooi. Ja, ik herken het wel. Want ik ooit heeft een keer een andere artiest, volgens mij was het Jan Smit, volgens mij, die tegen mij zei, want ik werd dan ook bekend. En in één keer krijg je ook inderdaad te maken met of kritiek en mensen online die je niet leuk vinden, maar ook wel op straat of wat dan ook. En die heeft ooit tegen mij gezegd, zijn manager Jaap Buijs, die is helaas niet meer, maar die had ooit ook tegen hem gezegd van, Jan, je moet één ding onthouden. 50% van, zo moet je er gewoon mee omgaan. 50% van Nederland vind je leuk en 50% van Nederland vind je niet leuk. En dat gaf hem ook zoveel vrijheid, weet je wel. En zij denken, dat is ook gewoon zo. En waar richt je dan je aandacht op? En dat is inderdaad ook wel voor mij, is dat heel erg, helpt dat. En het is niet altijd even makkelijk natuurlijk. En zeker niet in deze tijd, als je dan gaat staan en je zegt dingen waar je voor staat. En want daar vindt 80% van jou eigenlijk niks en 20% omarmt je. Ja, en dus nu zit je aan de verhouding. Ik voel wel die verschuiving plaatsvinden, hoor. En ik zie wel heel veel positieve kanten, maar het is niet altijd makkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor jou niet altijd makkelijk is geweest om, en zeker misschien nu ook wel, en ook natuurlijk de laatste jaren, dat je uitsprak en op LinkedIn of wat dan ook. En de hoeveelheid censuur die er natuurlijk gepleegd is. Hoe kijk je daarnaar? Weet je, voor mij was het een hele rare tijd, die COVID-tijd. In eerste instantie was ik echt bang. Mm-hmm. Ik was echt bang dat er echt een virus kwam waarbij misschien wel 300.000 mensen zouden overlijden. Mm-hmm. Want 3% zou in feite van de mensen die ziek zouden worden overlijden. Dat was eigenlijk wat gezet werd. Voorgehouden werd. En ons ook als artsen werd voorgehouden. We zagen natuurlijk de beelden uit Italië. We zagen de beelden eerst in het begin in Nederland, China. Dus ik was ook heel erg van 1,5 meter. Hè, ik heb dat tegen mijn kinderen ook gezegd. Van joh, 1,5 meter. Ik weet nog wel dat ik ergens in Wageningen een groep jongeren uit elkaar heb geroepen. Van jullie moeten afstand houden en dat soort dingen. Dus ik zat echt helemaal aan de andere kant. Maar langzamerhand voelde ik, dat is weer dat gevoel. Hm. Ja, er klopt iets niet. Weet je ook nog wat dat was? Nou, ik heb eerst met Maurice de Hond. Die vond ik echt hele redelijke dingen zeggen. Op basis van cijfers. Dat ik dacht van, hé, maar dat is raar. Hm. Maar waarvoor gaan we dat dan niet onderzoeken? Ik zag bijvoorbeeld die medicijnen ivermectine hele goede resultaten geven. En hydroxychloroquine allemaal goede resultaten geven. Maar die werden dan in één keer allemaal weer afgedaan, als dat het allemaal niet voorstelde. Dus je ging twijfelen. Maar dat is toch wel iets om te benoemen, Felix. Want die medicijnen, we hebben het in het voorgesprek er ook even kort over gehad, die gebruikten jullie al heel lang, toch? Deze medicijnen worden al tientallen jaren gebruikt. Hydroxychloroquine tegen malaria. Mm-hmm. Er zijn miljoenen
prescripties, dus voorschrijvingen geweest van dit middel. We weten wat de bijwerkingsprofielen zijn. We weten dosering. We weten van ivermectine wordt het gebruikt voor tegen parasieten. Wordt ook al eens een miljoenen keren voorgeschreven. We weten de bijwerkingsprofielen van. Alleen het wordt nu off-label voorgeschreven. En ik las nu laatst ook weer kranten of over off-label voorschrijven. Dat raar is dat artsen dat doen. Nee, off-label voorschrijven doe ik dagelijks. Met heel veel andere middelen schrijven we off-label voor. Dat mogen we ook. Daar zijn ook richtlijnen voor, zeker voor huisartsen, om middelen anders in te zetten dan waarvoor ze uiteindelijk voor gemaakt zijn. En het is dan ook heel raar dat een overheid zich daarmee gaat bemoeien en eigenlijk zegt van tegen ons artsen, jullie mogen dat niet. Ze gaan op onze stoel zitten. En dat een inspectie dan eigenlijk de opdracht krijgt om die artsen als het ware het heksen te vervolgen. Dat is iets zo vreemds. En dat daar Kamerleden in meegaan en dat daar andere artsen over in meegaan. Of het werkt of niet werkt, daar kan je over twisten. Mm-hmm. Maar dat kan ik ook met heel veel andere middelen. Antidepressiva, ik weet dat er een heel mooi onderzoek is geweest. De werking van antidepressiva, 50% werkzaamheid. En dan moet je even nagaan dat het placebo-effect 30-40% is. Ja. Dus de werking van antidepressiva is maar 10-20%. Wow. Dus in feite gaan we 80% voor niets geven. En als je dat realiseert, ik zet alleen maar antidepressiva in als mensen een zeer ernstige depressie hebben, waarvan ik bang ben dat ze zo suïcidaal zijn dat ze een einde aan zichzelf maken en ik wil ze dan net iets omhoog tillen. Dat is die 10-20% die ik daarvoor wil gebruiken. En voor de rest niet. Maar dat is hoe we met medicijnen overgaan. En als je dan kijkt dat we met een en dan de bijwerking van antidepressiva, die zijn vele malen ernstiger dan van een hydroxychloroquine of van een ivermectine. En dan betekent het dat we daardoor een heksenjacht krijgen op dat we dit voorschrijven. Dus dit klopt gewoon niet. Snap je? Dit is gewoon gevoelsmatig. Kan ik dit niet rijmen? Nee, want ik zie ook echt dat dit wat met jou doet. Ja. Wat is... Ja, onrecht. Ik vind het... Het is onrecht. En het gaat over een industrie, een farmaceutische industrie, die zoveel macht heeft gekregen binnen ons systeem, dat ze bijna in iedere society, in ieder, met name westers, Europees of Amerikaans land, zoveel invloed hebben gekregen dat die prikken, die moesten er allemaal komen. Nou, als we iets weten van die vaccinaties, is dat we nog heel weinig weten. Want er is nog geen track record, zoals we wel hebben bij ivermectine en hydroxychloroquine. Ja. En het wordt verkocht als zijnde veilig, terwijl je niet kan zeggen dat het veilig is, want we hebben nog 10 jaar, 20 jaar nodig om te weten wat er is. En die middelen moesten op de markt komen als zijnde beschermend. Nou, nu zien we dat niet zo is. We zijn vals voorgelicht, dat is ook nog iets. We hebben het coronatoegangsbewijs. Dat werd ingezet omdat er mensen... als je gevaccineerd was, dan kon je de ander beschermen. Ja, niet meer doorgeven. En daardoor kreeg jij eigenlijk je groene vinkje. Ja. En nu blijkt, want er is laatst, 10 oktober is in de Europese Unie, ja, is er een dame van Pfizer, niet de CEO, want die wilde niet komen. Die is daar gekomen en die heeft vragen beantwoord. En die heeft heel weinig vragen beantwoord. Maar een vraag die ze wel beantwoord heeft, is dat Pfizer, maar ook Moderna, nooit en te nimmer in hun onderzoek bewezen hebben dat het overdracht van corona konden voorkomen. Dus betekent het dat we in feite voorgelogen zijn door onze overheden, die mensen hebben weggezet met een CTB, ons hebben gescheiden, angst hebben aangejaagd in dit hele spectrum. En als je dan daarnaar kijkt en dat een Hugo de Jonge, maar ook een Mark Rutte daar gewoon nog steeds mee weg kunnen, dat we een Tweede Kamer heeft die zichzelf dus niet serieus neemt met dit soort dingen, ja, dan ben ik sceptisch over onze democratie en hoe de dingen werken. En als ik nu kijk naar Jan Vingerhoets, die nu, mijn collega uit Woensel, die voor de rechter moet komen en ook een heel mooi pleidooi heeft gegeven
dat hij zich beroept op zijn eet. En dat doe ik ook altijd. Ja. Een medicijn mag nooit erger zijn dan de kwaal. En als je dat niet zeker weet, dan moet je het ontraden. En zeker op dit moment, met mogelijk wel 25.000 mensen oversterfte dit jaar. En daarbij een trend dat we na iedere boostervaccinatie een piek van oversterfte zien. Dan vind ik dat je als overheid er alles aan moet doen om erachter te komen waaraan die oversterfte te danken is. En als er een trend is die mogelijk kan wijzen naar vaccineren, dan moet je dat eerst ontkrachten. Moet je zorgen dat er onderzoek is, zodat we zeker weten met z'n allen dat het niet ligt aan die vaccinaties. Waarom komt het onderzoek er niet, Felix? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat is iets waar ik gewoon... Dat is de grote vraag steeds. Waarom komen er onderzoeken niet? Waarvoor hebben we bepaalde rijtjes over stikstof? Waarvoor, zo kan ik er nog veel meer noemen. Waarvoor moet het klimaat en het milieu... zijn er zoveel eigenlijk vragen over of CO2 wel zo belangrijk is als we denken dat het is? Er zijn heel veel wetenschappelijke vragen die niet beantwoord zijn. Het erge is dat we geen wetenschappelijk onderzoek meer mogen bedrijven, maar dat er eigenlijk een geloof is van een kamp wat vindt dat vaccinaties werken, of dat CO2 invloed heeft, of dat stikstof erg is. Nou, zo hebben we allerlei dingen. Maar dat andere kamp, wat eigenlijk er anders over nadenkt, of op een andere manier gelooft, dat niet mag bestaan. Dat vind ik heel eng. Want als je natuurlijk ook gewoon naar jouw collega's kijkt, die dat wel deden, die werden jij ook... LinkedIn eraf gegooid. Overal vanaf gegooid. Facebook afgegooid. En een heksenjacht. Ja. Nee, je ziet het met Blackbox. Als ze een ander geluid laten horen, dan worden ze van YouTube afgegooid. En er worden steeds meer... Uit die WOP-documenten komt natuurlijk ook steeds meer dat er wel degelijk invloed is van de overheid naar dit soort... Geluiden. Ja, geluid. En hoe is het voor jou dat er ook dan... En ik snap het echt heel, zeker ook in het begin dat iedereen was... ik natuurlijk ook van, wat gebeurt hier? Maar je zegt zulke dingen wat voor mij ook zo logisch is. Dat je denkt, ja, sommige medicijnen weten jullie al wat de lange termijn effecten zijn. Van de vaccinaties niet. Waarom heb ik zo weinig... Hoor ik zo weinig andere artsen ook die dit zeggen? Wat is dat? Omdat, ik zei al, artsenij is conservatief. En we houden de gelederen gesloten. He? Voordat jij een andere collega aangeeft dat hij niet meer functioneert of wat dan ook, dat doe je niet. We houden de gelederen gesloten. Dus het betekent dat als een beroepsgroep zegt dat het zo is, dan volg je de beroepsgroep. We houden de gelederen gesloten. Ja. Dus, alleen, ik bedoel ook, Felix, jij zegt dat net ook heel mooi. Ik heb een eet geschoren. Ja. Dat hebben alle andere artsen, huisartsen ook moeten doen. Ja. Alleen, je kan met elkaar... Er is een aantal huisartsen die echt pro-vaccineren is en eigenlijk alle andere artsen maar wappies vinden die anders denken. Mm-hmm. En daar ook zo met elkaar over discussiëren. Ik zit in van die groepen en ik kijk van buitenaf zonder dat ik me ermee bemoei. Maar ik volg het wel. Ja. Omdat ik gewoon het belangrijk vind om ook te horen wat anderen hebben. Omdat ik niet geloof in kampvorming. Geloof... Nou ja, daarvoor zitten we bij Univibes, ja, om te verbinden. Ja. Dus, kijk, het gaat mij niet om tegen dingen te zijn, maar om te leren van geschiedenis. En ik heb niet de waarheid in pacht. En dat beweer ik ook niet. Nee. Ik heb alleen mijn gevoel en ik luister naar mijn onderbuik, wat ik al zei, dat vind ik heel belangrijk. En als mijn onderbuik zegt van, hey, dit is een niet-pluisgevoel, dan moet ik daarop vertrouwen. En ik heb een niet-pluisgevoel bij het hele vaccinatiebeleid. Dus betekent het dat ik eerst daar heel voorzichtig moet zijn om mijn patiënten te adviseren om een vaccin te nemen. Tegen een ziekte die op dit moment eigenlijk laat zien dat die niet ernstig is. En natuurlijk gaan er mensen dood aan corona. Maar er gaan ook mensen dood aan griep. Hè? Gemiddeld gaan er 8000 mensen dood aan griep per jaar. En als we nu 8000 mensen aan corona doodgaan, is dat ook normaal. Maar als we nu gewoon zoveel mensen niet kunnen verklaren waar ze dood aan gaan,
Behalve dat er een verandering heeft plaatsgevonden door medicijnen eigenlijk te gaan voorschrijven of te gebruiken zoals vaccins. Dan denk ik, ja, dan mag je toch met z'n allen gewoon nadenken in plaats van achter alles aan te lopen. Ja. En dat mis ik. En ik hoop gewoon dat we steeds meer antwoorden krijgen. En het zal stap voor stap wel verder gaan. Maar we hebben natuurlijk de Softanon-affaire gehad. Wanneer was het? In de jaren 60? Waarbij allemaal baby's eigenlijk eruit zijn gekomen met misvormingen. Hmm. Omdat het een slaapmiddel was die zwangeren gebruikten. En daar zijn vreselijke dingen uitgekomen. Nou, dat willen we niet met z'n allen. En ik geloof ook niet dat mijn collega's dat willen. Dus ben je er bang voor? Ja, ik ben er echt bang voor. Ja? Ja. Waar ben je het meest bang voor? Ik ben er bang voor dat wij erachter komen dat de manier waarop de vaccins werken eigenlijk te veel invloed heeft op ons immuunsysteem. En te veel invloed heeft op ons hele stollingsstelsel. Waardoor we erachter gaan komen dat heel veel overlijdens en ziektes en kankers en dat soort dingen hierdoor veroorzaakt zijn, in plaats van om mensen beter te maken. En de farmaceutische industrie vertrouw ik niet, per definitie. Die hebben zoveel aandeelhouders die veel geld willen verdienen. Dus het betekent dat wij een overheid nodig hebben en een systeem nodig hebben die volledig gaan controleren wat die pharma doet. Alvorens we eigenlijk die... Maar nu lijkt het veel meer op een samenwerking, ja. Felix. Ja. Dus ja, zeker als jij een van de leiden hebt van de Europese Commissie met een sms'je eigenlijk deals gaat sluiten, dan gaat er met belastinggeld van alle Europeanen worden er miljarden euro's uitgegeven aan vaccins, waarvan het niet duidelijk is van of het volledig veilig is, wat de werkzaamheid is en dat er bepaalde leugens over zijn geweest van verwachtingen die we hadden kunnen, die werden geschetst, dat het de ander zou beschermen. Ja. Dansen met Janssen. Zo. Ja, we hebben heel wat bijzondere dingen al ja, meegemaakt. We zijn een positief oplaatsje, John. Daarom, ik wil ook niet te veel daarin blijven hangen, want we gaan verder. Maar het heeft jou ook heel veel gebracht in je eigen ontwikkeling natuurlijk. Dat je nu natuurlijk ook, hè, daar wil ik nu ook met je naartoe. Dat je natuurlijk ook dus vanuit deze periode, hè, en dat zie je natuurlijk heel veel gebeuren, dat het zoveel met je doet en dus ook verder je doorontwikkelt. Ja. Dat je denkt, hey, er is dus een andere manier van zorg wellicht nodig. En ook dat je natuurlijk nu een fantastisch retraitecentrum bent begonnen in Spanje. Ja, dat is echt een bijzonder verhaal. Ook omdat je voelde van, hey, nou ja, kijk, we moeten naar een nieuwe manier? Ja, nou, ik heb één vaccin gehad. Hè. Mm-hmm. Want dat was in het begin, dacht ik dat ik dat deed om een ander te beschermen. Mm-hmm. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Dus, hoe voelt het voor jou? Ja, verneukt. Ja, ik voel me verneukt. Maar goed, so far so good. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat ik niet een tweede heb genomen. En dat betekende ook dat het land waar wij veel naartoe gingen, Frankrijk, niet meer mogelijk was, want Macron had een hetze gestart tegen alle ongevaccineerden. Ja. En wij waren met vrienden bezig om te kijken of we toch niet een plekje konden vinden in Frankrijk. Dat was toch mijn droom, een beetje in de Provence. Ik fietste daar veel en dacht van ja, dat voelde zo. En we zijn dit jaar kwamen eruit van, ja, we kunnen niet naar Frankrijk. Dat was een beetje zo, oké, dan gaan we eens iets anders. En toen kwamen Ray en Mick, mijn goede vrienden, waar wij ook dit nu samen mee doen, die kwamen met een fotootje ergens in Andalusië bij Malaga in de buurt. En toen zeiden we, ja, laten we nou voor de los gewoon daar wat huizen gaan kijken en zien of dat wat te brengen heeft. En was dit ook al puur, ook al met het inzicht om daar retreats te gaan doen? Of kwam dat voor ons wel. Okay. Want Daan doet al schilderworkshops in Frankrijk. Dat doet ze al vanaf 2013. Ja. Dus dat was ook de bedoeling dat zij dat ging doen. En mij leek het heel gaaf om daar ook mensen mee naartoe te nemen. Dus ik was ook wel met die cirkels bezig, met die mannen. Ik dacht, dan kan dat ook plaatsvinden. Maar natuurlijk ook wel gewoon voor onszelf. Mm-hmm. Nou, toen zijn we half februari vorig jaar, of dit jaar is dat, dit jaar. Zijn we er naartoe getogen. Ja. En we hadden 5 huizen hadden we op ons lijstje staan met de makelaar te kijken. Eerst aan een beetje
de rechterkant van Malaga, dus bij Nerja die kant uit. Maar dat is een beetje het droge gedeelte. Om te kijken of dat wat was. Hartstikke leuk om te doen natuurlijk, gewoon met vrienden en daar een beetje te dromen. Maar dat bleek eigenlijk niet iets te zijn. We zaten gewoon lekker in Malaga. We hebben het heerlijk gehad. Het was 20 graden in februari, heerlijk. Ja. En toen waren we op de zaterdag, en dat was het laatste huis. En we reden er al naartoe bij Estepona. En daar werd het steeds groener. En dat deed me toch wat meer aan Frankrijk denken. En je rijdt daar die heuvels in. En dan heb je die witte plaatsjes die daar tegen dat groen aan liggen. En uiteindelijk nog meer kronkelweggetjes naar beneden. En een lange oprijlaan. Ja, en toen kwamen we bij het hek van Pura Vida. En we reden daar. Je voelde meteen. Het was een magisch moment. En ik liep daar. En we stapten uit. We liepen daar over het terrein. En de tranen biggelden over mijn wangen. En ook de stilte, de oorverdovende stilte daar. Het is, het is gewoon magisch. En tot nu toe is het zo. En er waren nog twee andere vrienden mee. En daar zouden we het samen mee gaan doen. En die kwamen toch wat meer in hun angsten. Dat zou een pensioeninvestering zijn. Dus die haakte af. En toen hadden we met Ray en Miek zoiets van, ja, maar eigenlijk voelen we dat dit het moet zijn. En ik weet nog wel, we op 22-2-22 om 22:22. Wow. Ja, want daar geloven we toch in die dubbele cijfers. Ja. Gewoon hebben opgeschreven wat we precies wilden. En dat we dat wilden manifesteren, dat dit de plek zou kunnen zijn. Want ik had gewoon niet de middelen ervoor. Nee. En een aantal dagen later belde een vriend op. En die had begrepen dat we daar waren geweest. En hij zei, Felix, jij doet altijd zoveel voor anderen. Ik wil graag wat voor jou doen. Wauw. En hij zegt, ja, dit is hoe ik je zou kunnen helpen. En dat was exact het bedrag wat ik nog nodig had om te kunnen doen. En alle andere dingen vielen eigenlijk op een plek. Dus het betekent dat het uit een manifestatie eigenlijk gewoon, het klopte. We kwamen tegen tegenslagen aan, maar die werden gewoon opgelost. En op 17 juni, jongsleden, hebben we getekend. En zijn we gestart, moesten we het nog helemaal inrichten en alles, want het was leeg, werd het opgeleverd. En inmiddels hebben we in september nu de eerste retraite gehouden. Geweldig. Met z'n vieren. Er zijn drie patiënten van mij geweest. Wauw, dat wilde ik eigenlijk inderdaad vragen. Ja. Gaan er ook mensen vanuit jouw praktijk? Ja, dat is toch bijzonder. Dat is eigenlijk een nieuwe manier van zorg. Dus ja, ook. Wilde je het daarom ook doen? Ja, ik, het kan niet zo zijn dat ik al mijn patiënten daarheen wil hebben. Want ja, het kost ook geld. Ja, natuurlijk, snap ik. En ik vind het lastig, omdat ik als dokter niet wil gaan leuren om mensen daar naar heen te krijgen die daar geld voor betalen. Want dan wordt het een soort zakelijke transactie en dan komt er iets scheefs tussen ons in. Dus het moet gewoon zo zijn dat je voelt dat je erheen gaat, maar ik zal er geen druk op zetten. Nee. Maar ja, het was een magische week. En waar we alle vier merkten, Daan, Ray, Miek en ik, hoe we in onze kracht staan als we met elkaar samenwerken. Ray is een collega van jou. Ja, fantastisch. Muzikant. Muzikant en mens. Ja, ja. En als je kijkt wat die muziek dan ook weer doet en de inbreng daarvan, en daar met haar schilderen en haar leidingscapaciteit om zo'n groep te leiden. En Miek en ik zitten allebei dat we heel goed kunnen lezen wat er voelt bij mensen, waardoor we dat mooi terug kunnen geven. Ja, dat was echt magisch. En inmiddels hebben we nog wel een aantal weken gehad. Ik moest weer terug, want ik moest natuurlijk ook gewoon werken. Ja, tuurlijk, ja. Dat is het nadeel om ook gewoon toch ook hier een praktijk te hebben, wat ik ontzettend leuk vind. Maar ja, ik heb ook dat geld wel nodig om de boel daar gaande te houden. Want we kunnen er nog niet van leven. Nee. Maar er zijn nu een aantal mensen gekomen. En iedereen keer die er komt, of iedereen die komt, gaat in proces. Ja. Dus het betekent dat klopte wat ik voelde, dat dat ook echt gewoon magisch is. En afgelopen week is de crew van Tegenwind gekomen. Hele mooie documentaire hebben ze gemaakt over de corona. Met een aantal hele mooie mensen. Matthias de Smet die er was en Marius de Hond en nog een aantal bekende hoogleraren. En nu hebben ze een vervolg gemaakt. Kon Alain Grootaars kon niet meer filmen in zijn finca, want zijn relatie is over.
En ik sprak hem en toen was het ook eigenlijk gewoon... joh, maar waarvoor kom je niet bij ons filmen? Dus het is ook wel heel mooi dat dat ook nu een filmlocatie is. En ik heb het gevoel dat die plek ook voor Univibes wel wat gaat betekenen. En dat zou ook een grote wens zijn om misschien wel het oude format... Villa Velderhof gewoon nieuw leven in te blazen. Maar op deze manier om daar mooie mensen naartoe te brengen. Ja. En ook daar ook verdiepende gesprekken te hebben met muzikanten. Want dat zou ik het liefst willen. Om ook die vibe eigenlijk weer terug te geven. Nou, wie weet, Felix. Daar gaan we nog wel eens even samen met elkaar verder over borduren. Wat doet deze plek en vooral wat je nu doet met jou? Voel je van, hier gaat mijn hart sneller. Ja. Dit is hem. Ja. Ja, kijk, ik zei al van, je hart gaat open, dus mijn kompas wijst die kant uit. Mijn onderbuik zegt ja. En mijn hoofd mag ten dienste staan van mijn kompas en mijn onderbuik. Maar dat moet wel op een intelligente manier gebeuren. Mm-hmm. Dus als ik nu mijn hart volg en ik ren daarheen, dan blaas ik de dingen op. Dus ik mag geduld hebben. Mm-hmm. Holding your horses, zei een goede vriendin tegen mij. En die is wel belangrijk. Dus ik mag nog gewoon in de praktijk zijn. Mm-hmm. Ik mag daar ook nog gewoon bezig zijn met wat ik ook doe. Ja, ook hetgeen wat jij nu hier vertelt en waar je mee bezig bent. En ook jouw nieuwe inzicht, ik zou ook zeggen van alsjeblieft, blijf dat ook uitspreken en daarmee doorgaan. Ja, nee, zeker. En wat ik dan merk is dat ik denk dat ik toch gewoon nog een heel aantal jaar nog op deze manier door mag gaan. Maar wel, mijn visie voor het komend jaar is dat ik bijvoorbeeld 4 weken hier gewoon in de praktijk ben en 10 dagen in Spanje zit. Ja. Om daar weer groepen te hebben. Dus als ik daar 9 keer per jaar naartoe mag, dan is dat al een hele grote wens voor mij in vervulling gegaan. En ik blijf dat gewoon manifesteren. Dus daar gaat het gebeuren. Goed zo, goed zo. Hey, we zijn bijna aan het einde gekomen van het gesprek. Maar toch wil ik ook met jou. We hebben het eigenlijk ook al over gehad. Want je vertelt het eigenlijk ook al. En dat is voor mij, denk ook voor jou, een beetje de nieuwe manier om steeds meer te gaan kijken naar zorg. Ja. Hoe zie jij dat, wat er nu gaande is en de toekomst? Toch een beetje een stukje nieuwe tijd? Ik geloof in een holistisch centrum. En een holistisch centrum bestaat uit iemand die een beetje het overzicht houdt. En dat vind ik een huisarts. Omdat hij gewoon daarin wel met zijn medische kennis gewoon daar kan. Mm-hmm. Maar dat er heel veel andere zorgverleners zijn waar die samen gaat kijken van alle kanten. Om eigenlijk naar een breder perspectief te gaan. Ja, en dat betekent op spiritueel niveau. Mm-hmm. Want daar is te weinig ruimte in die westerse geneeskunde voor. En dat is zo'n essentieel onderdeel van genezing. Eigenlijk was het vroeger waar we daar veel meer mee bezig waren. Eigenlijk, wat ik kijk als ik naar Afrika ben geweest. Ja? Dan zie je daar veel meer van dit soort shamanen die bezig zijn. En het shamanisme is natuurlijk ook dat zien we over de hele wereld. Overal zie je dat shamanen hetzelfde doen. En shamanisme gaat uit van de natuur. De Indianen zijn shamanen. Dus betekent dat vuur speelt daar een belangrijke rol in. Water speelt daar een belangrijke rol in. De aarde en de lucht. Dus de 4 elementen spelen daar een enorme belangrijke rol. Voorouders. Ja. En dus gaan we ook kijken naar... Maarten Overzier natuurlijk. Je trauma's. Trauma's, regressies, al dat soort dingen hebben met lijnen te maken. En als daar meer ruimte voor is, dan speelt daar ook veel meer heling. Want als je trauma's meeneemt, zit je veel te veel in je cortisol. Dat kunnen we weer wetenschappelijk verklaren. Betekent dus dat je daarna wat minder kan genezen. En daardoor kan je ook door die stukken af te leggen en daar wat mee te doen, kan je heling krijgen. Dus voor mij ziet het nieuwe centrum eruit dat we en die westerse geneeskunde hebben, maar ook al die spirituele zaken die niet zo zweverig zijn als we zeggen. Mm. Want ik zei al, gedachten zijn zweveriger dan vaak dit soort elementen die we erin stoppen. En daarmee denk ik dat we veel meer naar een heling gaan van onszelf. En ook de heling van trauma's die in het verleden hebben plaatsgevonden. Zie je er ook al verandering in plaatsvinden? Ook zeker. Nou ja, goed, ik merk dat wij al veel meer met osteopaten werken. We werken meer met acupunctuur, massages.
Ik vind rebalancing heel fijn. Dus dat je door middel van aanraking eigenlijk release krijgt van alle energieën die wij in ons lijf opslaan. Ja, mensen voelen zich gewoon gezonder en beter. Ja. En er zijn nu ook al wetenschappelijke onderzoeken vinden de plaats om te kijken naar die cortisolspiegels. Wat doen ze eigenlijk als je dit soort behandelingen hebt gehad? En ik denk dat we daarin steeds meer stappen krijgen en ook meer steeds duidingen krijgen dat het klopt wat we voelen. Hm. En soms is het zo. Alleen, ja, de zorgverzekeraar gaat er niet in mee, want het moet allemaal evidence-based zijn. Dus ze moeten weer voor betalen. Dus het betekent dat daarin speelt nog wel... Is nog wel wat te winnen. Echt heel veel, want die zitten nog echt in een oude wereld. En wellicht dat we niet toch moeten gaan naar zorgverzekering met z'n allen. Een collectief, wellicht, zo meteen met Univibes, verzekeringen. Ja. Die dan eigenlijk gewoon de holistische blik op de mens eigenlijk verzekert. En dat je daardoor, Fred Struik, waar jij vaak ook bij komt... en waarbij ik ook echt een hele mooie sessie heb gehad een keer in Bakvena. En een bijzondere man. Daar wil ik ook graag de connectie mee houden... om ook mensen naartoe te verwijzen... zodat op allerlei gebieden mensen hun genezing kunnen krijgen. Dat is het bijzondere van deze tijd. Dat er nu die dingen gaan verschuiven. Ja. En dat is anders dan een aantal jaar geleden en was alles hetzelfde. Dus we leven in een enorm interessante tijd. Heel mooi. Ik wilde eigenlijk wel me afsluiten. Toch één ding. Heel veel mensen speelt er ook nu inderdaad een stukje angst mee. Wat zou je aan die mensen mee willen geven? Blijf er niet mee lopen. Ga lopen. Ja. Ga met ons wandelen. Ja, verbinden. Dus niet meelopen, maar met ons lopen. En uit je. En zet groepen op met elkaar die in een kring gewoon die talking stick sessies gaan doen. Je mag me uitnodigen. Ik kom graag, als je het allemaal eng vindt, om het op te zetten. Ik weet dat Ray dat ook heel graag doet. En zo, ik denk dat er heel veel meer mensen zijn. Echt het talking stickje doorgeven. Ja. En ik denk als we dat gaan doen, dat je al dit soort kleine communities die elkaar gaan helpen, dan hebben we veel minder angst nodig. En uit je angst, uit wat je voelt, want dan blijft het niet in je systeem. En heb je ook gewoon minder cortisolspiegels en voel je je ook fijner. Dankjewel Felix voor alles wat je doet. Ga door en nogmaals. Dankjewel. Dank. En dankjewel voor je uitnodiging. En dankjewel voor het kijken en of luisteren. Ik zie je heel graag. Tot volgende week. Vibestalk. Je kunt jezelf een hele lange omweg besparen door actief aan de slag te gaan met het oplossen van wie je niet bent.